Boeren zijn volgens mij nog nooit zoveel in het nieuws geweest als nu. Het heeft allemaal te maken met de rol die de landbouw heeft bij de klimaatverandering. En landbouw is veelomvattend. Zo is er de veehouderij, de akkerteelt, de tuinbouw. En een ander onderscheid dat ook al wordt gemaakt is intensieve en biologische landbouw. Hierover in de uitzending onderzoeker Tosja Persier. Kun je ons wat meer vertellen over het verschil tussen de intensieve en biologische landbouw? Ja, zeker. Biologische landbouw is een systeem dat geen gebruik maakt van kunstmest en chemische pesticiden. En toch in staat is om hele grote hoeveelheden voedsel te telen, ook voor ons huidige supermarktensysteem. En ze doen dat door een ecologisch teeltsysteem te gebruiken. Dus let heel erg op bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, gesloten kringlopen, fatsoenlijk dierenwelzijn. Dus goede normen daarvoor. En dus eigenlijk ook een hoger werkgeluk voor boeren. En wat zijn gronden om voor een van beide vormen te kiezen? Nou, de conventionele landbouw is op dit moment het grootste landbouwsysteem wereldwijd. En dat is een heel vervuilend systeem. Het bestaat ongeveer 150 jaar nu. Is in Europa en Noord-Amerika ontstaan. En maakt gebruik van monoculturen. Dus alleen maar één veld met bepaald soort gewassen of één stal met bepaald soort dieren. Dierenwelzijn is echt heel slecht. Ik denk dat je dat gerust een marteling kan noemen voor de dieren die in die systemen moeten leven. Het maakt gebruik van pesticiden en kunstmest en die leveren een gigantische vervuiling op. Het maakt gebruik van machines op olie. Dus dit systeem veroorzaakt 33% van alle wereldwijde CO2-uitstoot. Het zorgt voor 78% van alle watervervuiling wereldwijd. Het gebruikt waanzinnig veel land. Het is een heel inefficiënt systeem. Het wordt vaak geroemd als dat het heel efficiënt is, omdat het een hoge output van voedsel zou hebben. Maar Meino Smit, een onderzoeker uit Wageningen, heeft berekend dat het maar 12% meer voedsel oplevert dan in 1950. En dat het daarvoor 600% meer input gebruikt. En al die inputs zijn heel vervuilend. Ja. Dus dat is de reden dat we eigenlijk zouden moeten overstappen naar biologische en ecologische landbouwsysteem. En waarom doen we dat niet massaal? Nou, dat conventionele industriële landbouwsysteem wordt eigenlijk beheerst door grote agro-multinationals. Die maken de inputs voor dat systeem. Dus die maken pesticiden, kunstmest, diervoer, landbouwrassen. Al die dingen, zaden. En zij verdienen daar waanzinnig veel geld mee. Dat zijn echt biljoenen industrieën. En dat zijn kapitalistische bedrijven. Dus die worden eigenlijk gerund door hun CEO's en aandeelhouders. En het doel van die bedrijven, hun economische organisatievorm, is om zoveel mogelijk winst te maken. En die winst die maken ze met de verkoop van die inputs. En zij zijn al 50, 60 jaar heel hard aan het lobbyen. Ze hebben heel veel invloed in politiek, in wetenschappelijke instituten. Zij willen niet dat we overstappen naar een ecologisch en biologisch landbouwsysteem. Want dan kunnen ze die gigantische winsten niet meer maken. Dus dat is een kwestie van macht, economische macht. Bij biologische landbouw heb je het over lagere winsten. Nou, de biologische landbouw is een systeem dat is ontstaan vanuit burgers. Vanuit mensen, boeren die goed wilden zorgen voor de aarde. Dat is in Europa, het bestaat het al vanaf 1920 ongeveer. Je hebt ook andere vormen van ecologische landbouw. Agroecologie is een hele grote wereldwijde beweging. Geleid door boeren, maar er zitten ook wetenschappers en activisten bij. En dat zijn dus, die hebben inheemse landbouwmethodes, traditionele landbouwmethodes uit allerlei culturen ter wereld. Waanzinnig efficiënte ecologische landbouwmethodes. En zij vechten de macht van agro-multinationals aan. En de biologische landbouw is, bestaan ook wel bedrijven inmiddels die bepaalde inputs maken. Dus voor een klein stukje is dat een markt geworden. Maar dat is niet een markt waar zulke hoge winsten worden gemaakt. Er gaat veel meer geld naar de boeren. Het is dus een systeem wat meer in balans is, zou je kunnen zeggen. Een systeem wat ook veel meer gebruik maakt van coöperaties. Dus niet een bedrijf met een aandeelhouder, maar een bedrijf waar de leden en de mensen die er werken samen democratisch bepalen wat de koers is, wat er gebeurt. Dus het is een systeem wat veel beter is voor mens, dier, boer, grond, water, alles. En als we kijken naar Europa, dan loopt Nederland achter, hè, qua biologische landbouwsector. Ja, dat klopt. Van het landbouwareaal in Nederland is in 2022 was 4,4% biologisch. En gemiddeld is dat in Europa 9%. En Oostenrijk is koploper met 25% biologische landbouwgrond. Ja, en er is een doelstelling opgesteld door de Europese Unie, heb ik begrepen, om tot een bepaald aantal te komen wat betreft die biologische landbouwsector. Ja, dat klopt. Het doel van de Europese Unie is nu om in 2030... 25% van alle landbouwgrond biologisch staan. Dat is dan een doelstelling voor heel Europa, niet per land?
Voor zover ik heb begrepen is dat inderdaad een doelstelling voor heel Europa. Dus een gemiddelde. Dus de Nederlandse overheid heeft nu als doel gesteld om in 2013 15% van de landbouwgrond. Dus ze willen van de 4,5% die het nu is naar 15%. Daarvoor hebben ze een actieplan gemaakt. Maar goed, ik vind dat dat nog steeds verreweg onvoldoende is. Ik vind dat je het hele landbouwsysteem moet hervormen naar ecologische en biologische vormen van landbouw. Ja. Omdat dit systeem is gewoon onhoudbaar. Het vernietigt alles. De boeren zijn ook niet blij. Dat merken we ook de afgelopen jaren. Die zitten heel erg klem tussen al deze multinationals, de supermarkten, lage prijzen. En ja, de huidige neoliberale overheid maakt dan ook nog eens hele slechte regels. Waardoor ze ook knel komen te zitten, niet weten wat voor toekomstperspectief ze hebben. Er zijn heel veel boeren die willen overschakelen op biologisch. Maar dat is onvoldoende goed geregeld op dit moment. Qua afzet, de supermarkten houden biologisch veel te veel buiten de deur. Het heeft het imago dat het duur zou zijn. Terwijl dat valt best wel mee. Er zijn zelfs veel biologische producten die goedkoper zijn dan gangbare producten. Maar het is ook zo dat op het moment dat producten duurder zijn, is dat omdat er beter wordt gezorgd voor de grond, voor het water, voor de mensen. Dus conventionele producten zijn in die zin goedkoop dat ze hun kosten externaliseren. Wij moeten als belastingbetalers moeten we watervervuiling opruimen en krijgen we schade aan onze gezondheid. En natuurlijk is het belangrijk dat voedsel voor iedereen betaalbaar is. Dus ik ben ook van mening dat de overheid biologisch eten zou moeten subsidiëren. BTW-tarieven daar ook moeten omlaag. Plantaardig eten moet veel meer gestimuleerd worden. Gezond voedsel moet voor iedereen beschikbaar zijn en toegankelijk. Dat zou eigenlijk gewoon een moreel menselijk uitgangspunt van je samenleving moeten zijn. Nu hebben wij hier in Enkhuizen een aantal zaadveredelingsbedrijven zitten. En ook wat verderop, bijvoorbeeld in Warmehuizen. Spelen zij ook een rol hierin, in het hele proces? Zeker, zij zijn onderdeel van die wereldwijde agro-multinationals die al de input maken voor de conventionele landbouw en daar miljoenen winsten mee maken. In april hebben wij aandacht besteed aan de documentaire Pave Paradise. En ik heb nu begrepen dat Syngenta ook een sponsor van deze documentaire is geweest. Ja, klopt. Dat is een documentaire die is gemaakt door Hidde Boersma, die zichzelf wetenschapsjournalist noemt. En ik heb inmiddels begrepen, hij heeft meer documentaires gemaakt in de afgelopen 10 jaar. Maar inmiddels heb ik via LinkedIn gehoord dat de glastuinbouwsector, iemand die daar in de communicatie werkt, die heeft gewoon rechtstreeks tegen mij in het openbare debat gezegd, ja, wij vonden het een goed idee dat deze film er kwam. Dus wij hebben aan Hidde gevraagd of hij deze film wilde maken. Mm. En die is ook gesponsord door Syngenta en door de Rabobank, door allerlei andere grote spelers. En zijn verhaal is dat conventionele landbouw fantastisch is en verder kan vergroenen. En dat biologische landbouw slecht is voor de natuur, omdat het voor meer landgebruik zou zorgen. En zijn redenatie is dan dat de opbrengsten van biologische landbouw ietsje lager zijn dan van conventionele landbouw. Hij gebruikt daar een percentage van 30% voor. Het is een totaal raadsel waar hij dat cijfer vandaan haalt. Hij noemt geen studie, geen bronnen, ook niet in discussies in het publieke debat. En dit is wel een argument dat de conventionele landbouw al 50 jaar gebruikt. En het valt dus heel erg mee. Er is wel, het verschilt heel erg per gewas, per situatie, per wat voor landbouwpractices je gebruikt, zeg maar. Voor bijvoorbeeld de peulvruchten is er helemaal niet echt een verschil in opbrengst. Maar gemiddeld genomen over al die verschillende onderdelen van de landbouw is het ongeveer 19% minder opbrengst. Alleen het conventionele landbouwsysteem gaat er prat op dat ze zogenaamd heel efficiënt zijn. Maar ze gooien 1/3 van al het voedsel wat geproduceerd wordt, wordt verspild, weggegooid in de keten van akker tot bord. Dus je zou echt met gemak met biologische en ecologische landbouw de hele wereldbevolking kunnen voeden, nu en in de toekomst, op het moment dat je die extreme voedselverspilling aanpakt en op het moment dat je meer plantaardig eetpatronen stimuleert. Omdat de dierlijke landbouw neemt verreweg het meeste land in. Nou, er is nu dus een actieplan om, om kleine stapjes te maken richting die biologische landbouwsector. Maar jij ziet het graag anders. Ja, ik vind dat we naar een 100% biologisch en ecologisch landbouwsysteem moeten. Dus dat je het huidige biologische systeem werkt gewoon heel goed. Het heeft zichzelf bewezen. Het heeft bewezen dat het grote hoeveelheden voedsel kan telen en dat het die de aanvoerlijnen heeft om dat voedsel in het huidige supermarktsysteem te brengen. Maar je hebt ook allerlei ecologische landbouwmethodes die directe afzet doen. Dus dat zijn burgers die direct bij boerderijen, tuinderijen hun eten halen. Dat systeem zou je ook heel erg moeten vergroten, moeten opschalen. Kijk, ook van, ben ook deel van de klimaatbeweging, van de milieubeweging. Het is ook echt noodzakelijk, hè? We zijn veel te laat met het oplossen van de klimaatcrisis. We hebben echt een gigantisch probleem. We zitten midden in een planetaire crisis die de biosfeer van onze planeet vernietigt. Dus het is ook voor de mens als soort en voor alle andere soorten om ons heen echt van belang dat we gewoon nu binnen 5 tot 10 jaar
drastisch overschakelen op andere systemen. En in de landbouw betekent dat een 100% biologisch en ecologisch systeem. En dat is iets wat mensen zich onvoldoende beseffen, dat onze voortleving als soort hier echt van afhankelijk is. En als je kijkt naar grote complexe samenleving in de geschiedenis, in het verleden, die ten onder zijn gegaan, dan is dat vrijwel altijd omdat ze hun landbouwgrond uitputten, omdat hun landbouwsysteem niet in balans is. Nou, we hebben de kennis, de mogelijkheden, de middelen om een gezond biologisch-ecologisch landbouwsysteem in te voeren. Dat zou ook echt ten goede zijn van boeren. Ook van boeren die nu gangbaar telen. Die moeten de mogelijkheden, de middelen, de steun krijgen om gewoon een goed inkomen te verwerven op betaalbare grond. Nederland heeft de duurste landbouwgrond ter wereld. Het systeem wordt vrijwel geheel beheerd door de Rabobank. Dat is echt belachelijk. Dat is een in feite bedacht economisch systeem waar wij allemaal aan meewerken, wat heel weinig basis heeft in de echte realiteit. Dat is iets wat we moeten veranderen om onze levens en onze samenleving op een goede manier voor te kunnen zetten. En ben je daar ook over in gesprek met de politiek bijvoorbeeld? Nou ja, ik ben als activist bij verschillende bewegingen betrokken, waaronder Extinction Rebellion, die zeker invloed proberen uit te oefenen op de politiek. Ik heb een klein beetje in de gemeentelijke politiek een paar jaar geleden iets gedaan. Ik ben ook deel van de agro-ecologische beweging in Nederland. En inmiddels doe ik ook als schrijver en spreker in de biologische landbouwwereld dingen. Dus ik probeer zeker via allerlei sociale bewegingen de politiek te beïnvloeden. Je hebt nu natuurlijk het kabinet is gevallen, er komen verkiezingen aan. Al die bewegingen die sturen dan wel naar politieke partijen die hun programma's gaan schrijven. Sturen ze input, hè? Dit zijn de feiten, dit zouden oplossingen zijn. Maar goed, in het huidige parlementaire democratische systeem, ja, is het dan de vraag wat gaan die partijen daarmee doen? En als ze vervolgens aan de macht zijn, gaan ze dat dan ook uitvoeren? Partijen aan de rechterkant van het systeem zijn heel erg geneigd om de agenda van multinationals uit te voeren, helaas. Dat is ook waardoor we in deze problemen zijn gekomen in eerste instantie. Dus ik geloof heel erg dat je eigenlijk ook het economische systeem van de landbouw zou moeten democratiseren. Dus je zou de vorm van multinationals, die juridische vorm, zou je eigenlijk gewoon moeten verbieden, je zou moeten afschaffen. En je zou moeten gaan naar een democratisch systeem waarbij boeren en burgers en allerlei andere belanghebbenden samen gaan kijken wat is nou echt de beste en de meest efficiënte manier om dit systeem te hanteren met elkaar. En er is een simpele stap daar naartoe zou zijn om een burgerberaad te organiseren. Dat is een democratisch middel wat je kan inzetten naast de bestaande parlementaire politiek. En dan gaan boeren en burgers gaan samen met elkaar in gesprek. Die krijgen allerlei input van wetenschappers en van allerlei mensen op al die best wel heel complexe vraagstukken die we hebben. Hè. Je hebt natuurlijk CO2-uitstoot, maar ook stikstof en pesticiden, noem maar op. En daar zijn gewoon democratische middelen voor om boeren en burgers daar met elkaar oplossingen voor te laten vinden. Dat is ook gebeurd in allerlei landen in de afgelopen decennia. Het is heel efficiënt. Dat werkt veel beter dan dat je de LTO en Graxi en al die grote bedrijven met elkaar aan tafel laat zitten. Nou ja, dat landbouwakkoord is ook geklapt, dat hebben we gezien. Dus ik zou zeggen, laat nou de mensen die eigenlijk hierover zouden moeten gaan, de mensen die het voedsel telen, de mensen die het voedsel eten, laat die samen met elkaar kijken, hoe willen we dit systeem inrichten? Zo'n burgerberaad, ja, op landelijk niveau is dat er niet. Op lokaal niveau wel al? Soms. Er zijn gemeentes die doen daar, die doen dat soms op kleine schaal, die doen daar het beste mee. Ja, maar ja, als je kijkt naar de landbouw in Nederland, dan, ik wil het is natuurlijk ook goed, je kan het ook op provinciale schaal doen, maar het zou natuurlijk goed zijn om dat op nationale schaal aan te pakken met elkaar. Of misschien zelfs wel op Europese schaal, want ook op Europees niveau hebben landbouw multinationals gigantisch veel macht. In Brussel lopen 30.000 corporate lobbyisten rond. En ja, ik denk echt dat het voor onze democratie en voor onze economie heel erg belangrijk is dat we de macht van die multinationals breken. De systemen waarmee zij zoveel invloed hebben, die moeten gewoon vervangen worden door democratische systemen. En zo'n weg naar zo'n landelijk burgerberaad, hoe verloopt die? Nou, er zijn allerlei partijen en bewegingen die zich daarvoor inzetten. Bijvoorbeeld van Extinction Rebellion is het een van de eisen. De derde eis is dat er een algemeen burgerberaad komt over klimaat en milieu. Maar je hebt ook XR Landbouw en die zet zich in voor een burgerberaad specifiek op landbouwvlak. Je hebt ook NGO's, maatschappelijke organisaties, Bureau Burgerberaad bijvoorbeeld. Die zijn ook gespecialiseerd in hoe kan je zoiets dan organiseren. Die hebben daar facilitatoren en organisators voor. Je hebt schrijvers, die schrijven hier boeken over. Die kunnen ook precies vertellen in welke landen succesvol burgerberaden zijn gehouden.
Het is overigens wel echt een kwestie van dat burgerberaad moet bindend zijn. Dus de parlementaire politiek moet van tevoren toezeggen dat ze de uitkomsten van zo'n burgerberaad ook gaan uitvoeren. Want dat is tot nu toe waar het vaak op stuk loopt. In Frankrijk is een best wel succesvol burgerberaad geweest een paar jaar geleden. En daarna hebben corporaties keiharde lobby's en campagnes ingezet. Burgers weten van niks, die kunnen dit soort dingen niet besluiten. En toen heeft Macron had in eerste instantie toegezegd dat hij allerlei dingen zou overnemen uit dat burgerberaad. En later heeft hij dat allemaal weer geschrapt. Dus ik denk dat mensen zich eigenlijk echt niet beseffen dat in het huidige economische systeem voeren multinationals eigenlijk een permanente oorlog. Tegen jou, tegen je leven, tegen hoe het eruit ziet, tegen welke macht en invloed we als burgers met elkaar hebben. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen en bewegingen met elkaar gaan samenwerken om de macht van de multinationals te breken. En dus ook dat het belangrijk is, het maakt eigenlijk niet uit of je op dit moment een boer bent die gangbaar teelt of biologisch teelt of ecologisch teelt. We moeten met elkaar samenwerken naar een systeem waarin alle boeren een goed inkomen hebben, op een fijne manier hun werk kunnen uitoefenen, voldoende voedsel kunnen telen voor de mensen in deze regio die hier wonen. Zoveel mogelijk lokaal. Natuurlijk kan je allerlei handelssystemen hebben, maar je kan niet hebben dat boeren hier goedkoop allerlei troepproducten produceren en dat ze dan die op de markt in Afrika gaan dumpen. Dat is niet een solidair systeem. Dat is eigenlijk een systeem waar niemand van ons blij van wordt. En het zijn alleen de grote multinationals die daar baat bij hebben. En dat is 0,1 of zelfs 0,01% van de wereldbevolking die baat heeft bij het huidige kapitalistische economische systeem. Kijk, als het ons lukt om dat in de landbouw te veranderen, dan is dat natuurlijk ook een fantastisch voorbeeld, hè? Als een land als Nederland een goed functionerend ecologisch landbouwsysteem zou opzetten waarin multinationals geen macht meer hebben. Het zou wel heel mooi zijn, want de industriële conventionele landbouw is hier groot geworden. Wij zijn een van de bakermatten van dit systeem, helaas. De Universiteit van Wageningen heeft daar ook een gigantische vinger in de pap, ook wereldwijd gezien. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als wij met elkaar zouden zeggen, ja, dat is eigenlijk gewoon een fout geweest. En je moet ook beseffen dat de politici die eerder in de jaren 60 en 70 dit systeem hebben gesteund, Sikko Mansholt bijvoorbeeld, die hebben later gezegd, dit is een fout. Dit had ik niet moeten doen. Dit systeem had ik nooit moeten invoeren. De Duitse uitvinder die de kunstmest heeft uitgevonden, die heeft 10 jaar later een boek geschreven en gezegd, deze uitvinding moet absoluut niet gebruikt worden. Deze uitvinding gaat de bodemvruchtbaarheid vernietigen. Maar toen waren er ook kapitalisten die hadden bedacht, dit is een leuk bedrijfsmodel voor ons. Dus dit boekje is ergens in een archief verdwenen en dat is pas 10 jaar geleden tevoorschijn gekomen. Yeah. Maar je moet eens bedenken dat de mensen die dit soort systemen uitvinden, vaak achteraf denken, oh shit, dat hadden we eigenlijk niet moeten doen.